De eerste wet van Newton. Kijk, daar is meneer Newton, een van de grootste natuurkundigen uit de geschiedenis van de mensheid. We gaan eens bekijken wat hij zoal over krachten en beweging heeft gezegd. Dit plaatje heb je al een keer eerder gezien. Er is geen beweging en dus, hoewel er wel krachten zijn, zullen die elkaar iedere keer opheffen. Dus de resulterende kracht of totale kracht is nul. Dit is de basis voor de eerste wet van Newton. Die zegt, als de snelheid 0 is, dan is de resulterende kracht ook 0. Maar hier is Newton niet beroemd om geworden. Hij ging verder, want hij deed ook een uitspraak als de snelheid niet 0 is, maar constant. Om de wrijving te overwinnen, heeft de fietser een kracht vooruit nodig. En Newton, die gaf aan dat die precies even groot is als de beide wrijvingskrachten. Waar is de kracht voor nodig? Niet voor het behouden van de snelheid, maar wel voor het veranderen van de snelheid. Bij het afremmen zal de wrijving groter zijn, dus is een resulterende kracht naar achteren. En bij het versnellen is de voortstuwende kracht het grootst en dus is een resulterende kracht vooruit aanwezig. De wet van Newton compleet is dan ook: als een voorwerp een constante snelheid heeft, dan is de resulterende kracht 0 newton. Let op dat een stilstaand voorwerp ook een constante snelheid heeft, dus dat klopt ook. In het examen van 2013 kwam deze opgave voor. Lees eerst even goed door. Als het te snel gaat, klik je even op pauze. Op de uitwerkbijlage stond dit plaatje. En hier moest je dus een wrijvingskracht bij tekenen. Heel veel leerlingen tekenden een iets kleinere kracht omhoog dan de zwaartekracht zelf. Want de skydriver zou anders nooit naar beneden kunnen vallen. Dat is fout. Want de eerste wet van Newton zegt, omdat de snelheid al constant is, is er dus geen resulterende kracht nodig. En dus moeten beide krachten even groot zijn. Een ander voorbeeld. Iemand trekt een slee met een constante snelheid voort. Natuurlijk is er wel een wrijving en dus moet er wel flink getrokken worden. De vraag is, hoe groot moet die kracht zijn? Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst eventjes die tekening een beetje moderniseren, een beetje uitkleden. Die slee die veranderen we in een stip en het koord die veranderen we in een werklijn voor de trekkracht. Die persoon zelf hebben we ook niet nodig. En we tekenen de wrijvingskracht erbij en doen we ook meteen een krachtenschaal. De wrijvingskracht heb ik nu 4 cm groot getekend, 40 newton. Ten slotte, wat werd gevraagd? De kracht werd gevraagd. Hoe groot is F-trek? Een gegeven wat we niet hebben opgeschreven gaat over snelheid. Niet de grootte hiervan is van belang, maar wel dat de snelheid constant is, want dat betekent dat de resulterende kracht 0 is. In de tekening staat een kracht van 40 newton. Dus er moet een kracht zijn die die 40 newton opheft. Die kun je ook tekenen. De getekende kracht is afkomstig van de trekkracht. Het is een component ervan. Met een hulplijntje kan nu de grootte van de trekkracht worden bepaald. Je ziet, we hadden iets te groot getekend. Oftewel, de lengte van F-trek is nu bekend. Kijk, hij wordt nu zo lang. En je kunt hem opmeten. Hij is 5,2 cm. En dus is de conclusie, de kracht is 52 newton groot. Maar behalve met opmeten kun je het ook berekenen. Kijk maar naar de nu getekende driehoek. Van deze driehoek weet je een hoek, 40 graden, en je weet de aanliggende rechthoekzijde, namelijk 40. Dus je kunt dan met de cosinus f-trek berekenen, want je weet f-trek evenwijdig. Ja, dan wordt f-trek gelijk aan f-trek evenwijdig gedeeld door cosinus 40. En als je dat uitrekent,
dan krijg je 52 newton, weer 52 newton. De eerste wet van newton, die heb je dus nu wel gehad, maar de eerste wet van newton kun je ook op een andere manier formuleren. En dat is deze. Traagheid is een belangrijk natuurkundig begrip. Het geeft aan hoe moeilijk of juist hoe makkelijk een voorwerp in beweging kan worden gebracht. Ik heb twee voorbeelden van het begrip traagheid. Het eerste voorbeeld geeft traagheid te zien in de vorm dat een voorwerp graag zijn snelheid wil behouden. En dat is als volgt. Ja, de boot behoudt zijn snelheid ondanks dat het al een behoorlijk grote kracht op wordt uitgeoefend. Juist door zijn grote massa heeft hij een heel grote traagheid en zal dus heel moeilijk gestopt worden. Het volgende voorbeeld is juist een voorbeeld van voorwerp of voorwerpen die juist niet in beweging willen komen. Let maar op. Je ziet het bord, het bestek, de beker. Ja, die hebben tijd nodig om in beweging te komen. Ze verzetten zich tegen het in beweging komen. En als je het dus snel genoeg doet, dan blijft het gewoon staan. Probeer het thuis ook maar eens, zou ik zo zeggen.